14,000 fans jam-packed New York's Madison Square Garden. Mayor LaGuardia fires the starting gun, and they're off on the six-day grind. 15 teams from all over the world eating up the miles in quest of fame and fortune. Ik was 12 jaar als ik met mijn vader naar een gewone meeting ging, de zondag, in het Kuipke. Er was een internationaal toernooi van Looy, van Steenbergen, Altig en noem maar op, Peter Post. En als de wedstrijd gedaan is, gingen wij de renners opwachten langs de uitgang van de renners. Die hadden een speciale uitgang. Ik had het geluk die dag, Rick van Looy kwam buiten met de kader op zijn schouder en een paar wielen langs hier en een paar wielen langs daar. En hij zegt, manneke wil Henneken mijn wiel dragen. Oh, van mij, dat was een geschenk uit de hemel. Ik met hem mee naar zijn auto met die wielen. De fiets zit in zijn auto gestoken, zijn wielen dan. En hij hing dan in zijn binnenzakje af met de foto van hem. Oh, dat was iets speciaals voor mij. De liefde voor de piste, dat is dat. Tankmagazine. Vanaf december in de rekken van de Kantienberg of kijk op www.tankschrijft.be. En ik zei, ja, ik kan mijn handen meer wassen, hè, want hey, die wiel, dat moet blijven in mijn hand zitten, in die druk. Maar ik heb ze daarna weer gewassen natuurlijk.